Dag, hallo jij daar. Ja, er zijn een aantal dingen waar een mens echt naar uit kan zien. Hè? Denk aan de komst van Sinterklaas, dat eerste slokje water na het sporten of een nieuwe editie van Kratje van het Latje. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want je gaat het zien in deze nieuwe aflevering van VVZ-TV. Hi, mijn naam is Niels Schagen en ik mag je hartelijk welkom heten bij de vierde aflevering van VVZ-TV. En die beginnen we, zoals je van ons gewend bent, met een aantal nieuwtjes over onze club. Ja, de Michael van Gerwes onder ons opgelet. Want na het succes van vorig jaar is het Tifo VVZ Dart toernooi eindelijk terug. Morgen wordt de kantine omgebouwd tot een heus dartwalhalla. Er zijn teams van 2 personen en die strijden tegen elkaar om de meest mooie prijzen. En die prijzen worden mogelijk gemaakt door niemand minder dan Mitra Thiele. Lekker man. Hey, ik heb goed nieuws voor je, want als je mee wil doen, hoef je geen entreegeld te betalen. Je moet alleen wel even je eigen dartspijlen fixen, maar als je die nou niet hebt, kun je natuurlijk altijd terecht bij onze sponsor Sportiek. Opgeven, dat kan nog steeds door een mailtje te sturen naar bramnieuwhof@gmail.com of meld je morgen in de kantine en dat kan tot 16:45 'smiddags. Het seniorentoernooi van de polder, en dan heb ik het natuurlijk over het Ome Jan toernooi, staat weer op de planning. Dus zorg er nou voor dat jij je teamweekend niet plant in het weekend van 1 juli, want dan gaat het plaatsvinden. Zet het alvast in je agenda en geef je op via secretaris@vvzwolde.nl. In de vorige aflevering had ik het over dit pasje, de VVZ Clubcard. Nou, daarmee kun je bijvoorbeeld betalen in de kantine of je kunt hele mooie kortingen krijgen bij onze sponsoren. En dit pasje is vanaf morgen ook voor jou verkrijgbaar. Aanschafkosten zijn 10 euro, maar let op, je krijgt dan wel meteen 5 euro tegoed op die pas. Vanaf morgen kun je hem dus krijgen. Dat kan vanaf 2 uur bij ons in de kantine. Daar staat de penningmeester en die deelt die pasjes uit. Dus morgen 1 april, en dat is geen grap, vanaf 2 uur hier in de kantine. En voor alle informatie check je vvzwolde.nl/clubcard. Van nieuwtjes over onze club rechtstreeks naar een topper van de club. Althans, ze is heel goed bezig met MO13-1. Manne Schoppink in gesprek met de leidster van dat team. Beste Poelhekken, welkom bij VVZ-TV. Kun je allereerst kort even voorstellen? Nou ja, ik ben de zesde Poelhekken. En ik ben trainer, teamleider bij de MO13. MO13, dat zijn de meiden onder 13. Ja. Kun je iets over dat team vertellen? Ja, het is een superleuk team. Ja. Het zijn meiden dit jaar. We hebben meiden die al wat langer voetballen en meiden die vanuit de jongens komen. Dus het is eigenlijk een heel nieuw team. Het is een heel nieuw team. Ze zijn voor het eerst dat ze met elkaar spelen. Wat houden jouw werkzaamheden allemaal in? De trainingen. 1 keer in de week geef ik training. Op maandag en op woensdag doet Robin dat. Robin van der Wal? Ja, klopt. En dat mogen we samen doen met Jorike, Anouk. Die is er nu heel even niet, die is in Afrika. En Senna die helpt ons nu. Dus dat is wel heel erg fijn. Meiden onder 13, dan heb je dus over de hoogste klassen van de basisschool en de brugklas. Ja, klopt. En de meiden die voetballen dus echt voor het eerst met elkaar dit seizoen? Ja, klopt. En het is een groot niveauverschil. Dus er zijn meiden die al wat langer voetballen, maar er zitten ook meiden bij die eigenlijk nog maar net zijn begonnen. En dat maakt het ook wel extra uitdagend. En dan moet jij er proberen een leuke mix van te maken. Ja, ja, inderdaad. Waar krijg jij nou de meeste energie van? Nou, eigenlijk de interactie met de meiden. Zoals bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, toen liep het niet helemaal lekker. En daar had ik ze dus maandag op aangesproken. En ik sta net bij het team en er komt een van die meiden naar me toe en die brengt me een reep chocola. Nou, ach, wat lief. Hoe tof is dat? Ja. Zit er ook een dochter van jezelf bij? Ja. Lois. Hoe vindt ze dat, een moeder als leider? Ik vraag het haar ieder seizoen. Het is nu voor mij het tweede seizoen van wil je dat ik help? En nou, ze vindt het nog steeds heel erg leuk.
Maar ze moppert ook wel regelmatig. Zeg ze ook wel eens, we had toen al mam. Ja, en als ik in de auto te lang doorzeur over wat er niet goed ging, dan zegt ze ook van ja, nou is het wel mooi geweest. Hoe hoog is de opkomst bij een gemiddelde training? Hoog. Hoog? Wat ja. Is hoog? De meesten komen dan? De meesten zijn er wel eigenlijk 100%. Oh, dat geeft toch wel aan dat ja, ze allemaal lekker zin door, in hebben. Het is echt door blessure dat ze een keer echt niet kunnen. Maar dat heeft echt met blessure overmacht, te maken. Ja. Ja. En hoe gaat het dit seizoen met de meiden? Ja, supergoed. Super? Ja? Ja, ja, we staan... We hebben, het is natuurlijk veranderd nu. Dus we hebben nu verschillende fases. En we zitten nu in de derde fase. We zijn gestart... in de eerste klasse, dus echt heel hoog. De eerste fase hebben we overleefd, dat is wel echt super knap, vind ik zelf. En de tweede fase, nou ja, daar moesten we echt ja, de mindere zijn. Dus nu spelen we in de tweede klasse en nu winnen we alles. Je staat bovenaan? Ja. Dus is de doelstelling intussen kampioen worden? Stiekem wel. Okay. Heb je zelf ook vroeger gevoetbald, Esther? Nee. Nee, dat niet? Nee. Oké. Okay. Nee, dus ik heb helemaal geen voetbalachtergrond. Nee. En daarom is het ook zo fijn dat ik hulp heb van een Anouk of een Van een Senna. Want ik denk dat ik wel redelijk een training kan voorbereiden, maar ik kan het gewoon niet voordoen. Nee. En je leert het meeste van ook wel doen. Maar het is dus voor jezelf ook heel leerzaam. Ja, zeker, ja. Zeker. Nou, we begonnen met poolhacken. Ja. Dan word je waarschijnlijk vaak gevraagd... naar Joop. Familie. Ja, absoluut. Dat is mijn schoonvader. Je schoonvader. Ja. Joop, ja. De vereniging heeft veel aan hem te danken. Ik denk dat het goed is dat zijn naam nog eens een keer hardop wordt genoemd hier bij Joop Poelhekken. Zeker. Ik denk dat hij super trots zal zijn op zijn kleinkinderen. Dat weet ik wel zeker. Nou Esther, ik zou zeggen heel veel succes met je meiden richting kampioenschap. En laat maar weten als het straks gelukt is. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, wederom een mooi gesprek. Hé, we gaan het weer doen. Het doelpunt van de maand bekijken en natuurlijk die grote prijs weggeven. En dat was deze keer niet heel moeilijk. Martijn Bergman, wat een prachtige penalty. Jij wint 2 schalen bittergarnituur, dus we nemen contact met je op. En zoals je hebt gezien, hebben we deze maand maar 1 inzending ingestuurd gekregen. En dat is een slechte zaak. Dus kom op, beetje activiteit. Zorg ervoor dat morgen of de komende zaterdagen jouw doelpunt wordt gefilmd. Stuur het door naar dit e-mailadres. En dan gaan we er samen voor zorgen dat we volgende keer weer gewoon kunnen kijken naar de top 3 van doelpunt van de maand. Het is zover. De spanning stijgt voor het spel der spellen. De strijd der titanen. Kratje van het latje. Beste kijkers, daar zijn we weer. Terug met de gloednieuwe aflevering van het leukste voetbalspel van Nederland. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kratje van het latje. Vandaag in Kratje van het Latje de jonkies van VV Zwolle 5. Die willen laten zien dat fitheid belangrijker is dan ervaring. De spelregels zijn simpel. Iedere speler krijgt 3 verschillende kansen vanaf 3 verschillende afstanden. De penaltystip, de 16 meter en de kopcirkel. Raak je de lat, dan verdien je 1 punt voor jouw team. Schiet je het kratje van het latje, dan pak je maar liefst 3 punten voor jouw team. Het team wat aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft, wint dit fantastische spel Kratje van het Latje. De trainer Ben van Zanten heeft gekozen voor oud-eerste elftalspeler Wouter Nedekorn en oud-hockeyer Ties Bout, om de balans maar in te houden. Jasper Koers maakt vandaag zijn eerste minuten en Judas is ook van de partij. Remco van Barneveld is voor de tweede keer te zien bij VVZ-TV en is inmiddels gewend aan de media-aandacht. Ik ben benieuwd wat deze jonge knapen op de mat kunnen leggen. Tijd voor ronde 1, de penalty-stip. En we beginnen met Remco. De winnaar van het doelpunt van de maand oktober mag nu laten zien dat hij ook een kratje kan raken. Bekend om zijn grote praatjes, maar kan hij ook een punt scoren? Nee, dat lukt hem helaas niet. Het scheelde echt niet veel, hè? Het scheelde niet veel, Dit kan wel. Het scheelde inderdaad niet veel. Dan is het nu de beurt aan de kleine Griezmann, een getalenteerd hockeyer, maar een nog getalenteerde voetballer. Kijk eens aan, dames en heren. Na 2 schoten is het eerste punt al binnen. Ties weet met een strakke trap de score te openen voor VV Zwolle 5.
En Jasper, wat heb je gedaan om je voor te bereiden? Nou, het is de eerste minuut van het seizoen. Dus als dit niks wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, geen optimale voorbereiding, maar wellicht is dat niet nodig. Jasper met de aanloop en Jasper met het punt. Hij heeft helemaal geen training nodig, deze jongen. In de herhaling zien we hoe ook Jasper de lat raakt. En in de herhaling zien we ook dat hij net iets te strak broekje aan heeft. Ja, en wat mogen we dan verwachten van de overloper? Recht het ratje, denk ik, hè? Kurt! Is voor mij. Mooi dit latje, Kurt. Mooi dit latje. Kom op. Is goed voor die jongens. Ja, bij VVZ Wolde 4 was dan niks met Finn. En ook hier zien we dat hij zich bij VVZ Wolde 5 niet heeft ontwikkeld. Wow, Kurt! Ja, en in tegenstelling tot Finn wordt er van Wouter wel verwacht dat hij minimaal een punt voor zijn team zal pakken. Gedecideerde aanloop. Maar hij miste kruising rakelings. Dat scheelde niet veel. Op naar ronde 2, de 16 meterlijn. En Remco mag voor de tweede keer aanleggen. Zou hij ditmaal fortuinlijker zijn? De bal gaat richting het kratje, maar helaas rakelings over. Hoe kan dit? Je moet ook raken. Hoe dat kan? Te weinig kwaliteit. En dan door naar Ties. Waarom kies je voor deze tactiek? Ja, ik heb het gevoel dat het goed gaat uitbetalen voor me. We gaan zien of de tactiek uitbetaalt. Helaas, geweigerde transactie. Ik dacht niet voor mij die zit. Ik dacht dat ook. Maar met denken kom je er niet, hè? Nee, klopt. Nee. Zo is het, Finn. Dan naar Prins Jasper. Kan hij voor de aansluiting zorgen? Komt weer een tweede aanloop. Maar helaas blijft zijn bijdrage net zo summieren als de bijdrage in het huishouden van Jasper. Even kort in terugblik op je eerste poging, Finn. Ja, het was niet best, maar ik zeg altijd van je fouten kan je leren. En geloof me, deze gaat gewoon weer op het rechte kratje. Ja, dit excuus hoort toch familie Mulder ook vaak als Finn een tentamen moet herkansen. En ook nu staat hij weer met lege handen. Ja, pijnlijk. Pijnlijk. Het is toch en dat is je tweede avond. Dat is je tweede avond. Een beetje ook. Ja, en zo te horen hebben de mannen het vertrouwen in Finn al opgegeven. De man waar alle ogen gericht op zijn is Wouter. Kan hij zijn belofte dan nog wel waarmaken? Neemt een aanloop, maar ook hij laat het na om te scoren. En zo blijft de teller voorlopig op 2 punten staan. Op naar ronde 3, de kopcirkel. Ik twijfel tussen tactiek. Hard of... Gewoon doen wat goed voor je. Gericht. Ja, okay. Ja, we horen verschillende tactieken, maar het lijkt een boogbal te worden. Ja! En hij raakt de lat. Oh, in de herhaling zien we wat een gevoel die jongen wel niet in zijn linkerpoot heeft. En zo maakt Remco het toch nog spannend zo vlak voor het einde. Wat? Ja, ik wilde gaan strepen, maar ik ga toch voor een subtiel balletje op het voorvoetenwerk. Proberen wel een beetje voorvoetenwerk, heel goed. Voorvoetenwerk. Nou, ballerina, laat je voorvoetenwerk maar eens zien. Komt de schot, maar het is toch nog een puntje van verbetering. Het is heel verdrietig. Inderdaad, heel triest. Hard? Eens kijken of onze Prezes nog een duit in het zakje kan doen voor de score. De aanloop komt van Jasper. En de richting is goed, maar hij mist helaas wat kracht. Zat hij niet? Dat is jammer. Ja, 3 keer scheidsrechter, jongens. Komt ie. Ja, dat is een excuus wat we vaker horen. En Finn zakt vandaag weer ongelooflijk door de ondergrens. Best. Dat is inderdaad niet best. Wouter, welke professionele kratschieter is jouw idool? Binnen sta ik het ook in de stijl. Ja, dan zeggen we toch Messi, hè? Gaan we linken. Nou, eens kijken of die linker van Wouter net zo goed is. Onder de beker. Daar komt hij. Oh, deze man mag nooit meer in één adem met Messi genoemd worden. Dat is niet de slechtste, hè? Dat is lekker. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, Finn. En daarmee komt de score op 3 punten voor VVZ Wolde 5. Laten we kijken hoe ze deze wanprestatie nou eens recht gaan lullen. Als je 1 speler van je team zou mogen wisselen voor iemand anders, wie zou je er dan uithalen? Nou, toevallig Finn. Ja, je ziet, heeft hij de motoriek van een lange darm. Schiet geen katje van het latje, hebben we niks aan. Nee, kijk, jij kent me ook. Ik was altijd al lang, erg goed was ik ook. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het ongeluk is vandaag. Koud ook. Ja, ik kan me hier wel overheen zetten, denk ik. Gelukkig, dan doen wij dat ook. En daarmee komt VVZ Wolde 5 op de tweede plaats terecht met maar liefst 3 punten. In de volgende aflevering zien we hoe onze dames het ervan afbrengen. Tot dan! Oh, wat gebeurt er allemaal in die ranglijst? Er wordt gestegen, er wordt gedaald. Nou, 1 ding is zeker. Het derde blijft op een mooie eerste plaats staan. Maar we hebben net gezien, VVZ Wolde 5 mag heel trots zijn op die tweede plek. Volgende keer uiteraard een nieuwe editie van Kratje van het Latje. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 4e aflevering VVZ-TV. Vergeet ons niet te volgen via dit Instagram-kanaal. Laat onder deze video ook even weten wat je ervan vond en wie je volgende keer terug wil zien in het gesprek met Mannes Schoppink. Namens VVZ Wolde, hartelijk dank voor het kijken. Mooie wedstrijden gewenst en ik zeg ciao.